Tessa Polder, hoe is het met je hartslag? Ja, is nu wel oké, maar net was wel echt heftig met alle spanning en publiek was wel echt was wel geweldig. Hoe krijgen jullie het voor elkaar? 2-0 achter in sets tegen de Servische volleybalvrouwen en dan nog op zo'n manier het goed maken, 3-2. Hoe verklaar je dit? Ja, voor nu is het ook nog een beetje onwerkelijk, zeg maar. Het is net gebeurd, dus ik denk dat we even goed terug moeten kijken. En heel trots mogen zijn op hoe we dit hebben gedaan, want we hebben de wedstrijd heel mooi kunnen omkeren. Waarom begonnen jullie zo stroef? Sorry? Waarom begonnen jullie zo stroef? Weet ik niet. Het is altijd moeilijk tegen zo'n team van als Servië. Die gaan altijd volle bak erop. En het is natuurlijk ook altijd wel een beetje nerveus, spannende wedstrijd. Maar ik weet niet. Maar we hebben ons goed herpakt. En over dat herpakken gesproken, in die derde set zijn er wel een paar momenten waar die je zou kunnen aanwijzen van nou, dat is echt het kantelpunt geweest. Welke zou jij dan eruit lichten? Nou, gewoon overal gewoon de killblocks, denk ik. We hebben goed de aanvallers kunnen uitschakelen. En ik denk dat we dat in de eerste twee sets nog niet helemaal onder controle hadden. Dus dat zijn wel echt belangrijke punten geweest. Hoe beleef je dat dan van de bank? Want je hebt vandaag dan niet gespeeld. Maar voor jou moet het ook zenuwslopend zijn geweest. Oh ja, die laatste paar punten, niet normaal. Echt, ik ben gewoon nu aan het zweten gewoon van alle spanning. En gewoon allemaal langs de kant hadden we elkaar vast. En ja, je beleeft het echt zo intens. Dat is echt niet normaal. Nou, niet alleen van de spanning zweten, ja, denk ik, want het was zo bloedheet in die zaal. Ja, niet normaal. Maar gisteren was het nog erger hoor. Maar niet normaal. Het is goed blijven drinken, maar ja, het is goed. Wat blijf je het meest bij van de afgelopen 3 dagen? Vandaag een goede wedstrijd. De eerste wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek was een goede wedstrijd. En gewoon het publiek, het sfeertje. En dat voor mij thuiswedstrijd. En dat maakt het wel echt heel erg mooi. Want je speelde gisteren een paar minuten tegen Italië, als ik het goed zeg inderdaad. Hoe was dat voor jou? Ja, superleuk. Er waren ook heel veel vrienden en vriendinnen geweest te kijken. En die waren natuurlijk, sowieso als ik niet zou spelen, was dat superleuk. Maar nu ik een paar punten had gespeeld, was helemaal leuk. Dus dat maakt het extra speciaal. Had je stiekem op meer gehoopt? Ja, natuurlijk. Maar dat is altijd, denk ik. Jij hebt gezegd dat Rotterdam jouw stad is. Ik neem aan dat jij de dames mee op Fleetown neemt vanavond. Sorry? Ik neem aan dat jij de dames mee op Fleetown neemt vanavond om deze overwinning te vieren. Nee, helaas. Iedereen gaat naar huis. We hebben morgen 1 vrije dag en daarna moeten we weer trainen. Dus dat zit er helaas niet in. Was wel heel leuk geweest, maar nee, helaas. Dan even terug naar Capelle aan de IJssel? Ja, Capelle aan de IJssel. Lekker naar mijn bedje vanavond. Staat uw eigen bed vanavond dan? Ja, helaas. Nee, want ja, je zei het al voor de wedstrijden. Familie kwam kijken, vrienden kwamen kijken, oud-docenten kwamen kijken. Nou, die zullen vast een trots oud-leerling, oud-klasgenoot en een familielid zien staan, denk ik. Ja, superleuk. Weet je wel, ik heb alleen maar goede verhalen en ook mensen die de interviews zien. En alleen maar leuke reacties. En nu mijn oud-leraren zijn er vandaag, dus ik ga straks even gedag zeggen. Maar superleuk dat ze er allemaal zijn. Zou de Ginter Center tot slot een voldoende geven? Dat hoop ik wel.